Deze oefening handelt over een dakspand. Die bestaat uit verschillende staven waarvan dat de massa verwaarloosd kan worden. Alle verbindingen zijn scharnierverbindingen. Alle uitwendige belastingen grijpen aan op de knopen. Er grijpen geen uitwendige momenten aan op de constrictie. Dus eigenlijk is aan alle voorwaarden voldaan dat dit een vakwerk zou zijn. Voor vakwerken bestaan er algemene procedures om deze te gaan oplossen. Dus wat je hier moet doen is eigenlijk niet meer dan de algemene procedure volgen. Een eerste belangrijke stap is het vrijmaken van de volledige constructie. Dus als we hier de volledige constructie vrijmaken, zijn alle staven samen. En dan gaan we gaan kijken waar dat we gaan losmaken uit de omgeving. We maken los hier op dit knooppunt. En op dit knooppunt, dit is een vast scharnier. Dus dat wil zeggen een reactiekracht met twee componenten. Dit is een glijdend scharnier. Dit betekent dat deze scharnierverbinding niet tegenhoudt om te verplaatsen horizontaal, maar wel tegenhoudt om te verplaatsen verticaal. Een verticale reactiekracht. De uitwendige krachten moeten we ook nog allemaal aanduiden. Deze zijn allemaal 12 kilonewton. Als we nu onze krachtenvergelijking opschrijven, dat zegt dat de som van al deze krachten 0 moet zijn. Dit betekent, aangezien dat al deze krachten geen x-component hebben, laten we de x en de y als ook definiëren, dat hier de kracht in dit knooppunt, dat is knooppunt A, geen x-component mag hebben. Dat is hier knooppunt G. Dus dat betekent, deze heeft geen x-component naar boven gericht. Dan krijgen we een volledig symmetrisch probleem. Dus momentenevenwicht zal u leren dat deze twee even groot moeten zijn. En die moeten deze compenseren. 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12, 5 keer 12 is 60 kilonewton. 60 kilonewton verdeeld over de twee kanten betekent dat je een A-kracht naar boven hebt en geen kracht naar boven hebt van telkens 30 kilonewton. Tweede stap, we zijn op het niveau van onderdeel van de constructie. We moeten eigenlijk knoop per knoop gaan werken. Laten we starten bij knooppunt A, dat daar mooi twee staven samenkomen. Knooppunt A. Als we daar gaan kijken, wat hebben we? We hebben die 30 kilonewton naar boven. Laten we starten met allemaal trekkrachten te tekenen. Dus we hebben de trekkracht van de eerste staaf. F op A door de eerste staaf. En een trekkracht van de zevende staaf. F A7. Die krachten zijn, het is een vakwerk, dus dat betekent dat die krachten volgens de staaf gelegen zijn. Dat is niet het geval voor algemene stavenconstructies, maar wel voor vakwerken. Omdat de massa van die staaf te verwaarlozen is en omdat alle andere krachten op het uiteinde van de staaf vrij aangrijpen. Wat krijgen we dus? We krijgen hier voor dit knooppunt twee onbekenden. De FA1, de grootte van die vector. De FA7, de grootte van die vector. Die hoek die kan je gaan berekenen. Gewoon als je kijkt in de opgave. Dus als je hier kijkt in de opgave, zijn al die afstanden gegeven. Dus je weet dat dit hier 1 meter is, dat dit hier 2 meter is. Dat betekent, dat stelt u eigenlijk in staat om de hoek te gaan berekenen tussen die eerste staaf en de horizontale. We kennen ook hier die afstand 1,5 meter. Die afstand 2 meter. Kunnen we ook deze hoek gaan berekenen. Het geheel is helemaal symmetrisch, dus de berekeningen die we links doen, zijn dezelfde identieke berekeningen als we rechts doen. Dus dat betekent dat als je hier deze krachtenvergelijking opschrijft, dat je een vergelijking hebt met twee onbekende en twee vergelijkingen, één volgens x en één volgens y. Dus dat betekent dat je hieruit de FA1 en de FA7 moet kunnen oplossen. Je zal zien, aangezien dat de som van de krachten volgens y 0 moet zijn en dat FA1 een grotere component, y-component heeft dan FA7, gewoon omwille van de hoek, zal dat eigenlijk betekenen dat in werkelijkheid die FA1 een negatief zal zijn en een drukkracht zal zijn.
Goed, eens we dit hebben, kan je naar het volgende knooppunt gaan. Het volgende knooppunt, knooppunt H. Daar zijn dingen over gevraagd. Als je kijkt in knooppunt H, dan zie je dat daar 1, 2, 3 staven samenkomen. Laten we starten met die allemaal als trekkrachten te tekenen. Je tekent die als trekkrachten. Deze kracht, dat is FH7. Die is even groot en tegengesteld aan FA7. Dit is hier FH8. FH13. We hebben terug één kracht dat we kennen, omdat we die hieruit gehaald hebben. Twee onbekende, twee vergelijkingen.